Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannen lezen de vrouw. Tenminste, ik dacht dat dit blad de vrouw was, maar het probleem is dat de vrouw, de redactie van de vrouw, hun naam veranderd heeft. En dan serieus, terwijl ik nog maar 2 afleveringen van deze serie gemaakt heb, hebben ze de naam van de vrouw veranderd naar Zomer. En pas na de zomer wordt het weer de vrouw. Nou, dit was het enige moment dat ik daar even aandacht aan geef. Het dagblad heet vanaf nu, het weekblad heet vanaf nu gewoon weer de vrouw. Daarmee bedoel ik natuurlijk dat ik het de vrouw noem, terwijl het eigenlijk de zomer heet. Serieus, die naam. Echt, degene die daar zit, die denkt van, het is slim dat we de naam van de vrouw veranderen naar zomer. Waarom zou je dat doen? Het is echt zo'n rare marketingtruc. Ik snap dat gewoon niet. De meest domme, achterlijke, bizarre, niet doordachte marketingstrategie. Hij is wel veel dikker dan normaal. Op de voorkant staat 40. Pas je wel op. Oh jee, onze pubers vliegen uit. 44. Luxe dierenhotel. Mijn hond lust alleen spa blauw. 22. Vol gast. Celeste's passie voor de powerboat. 16. Beroofd. Ze bonden me vast en schreeuwden om geld. Vooral die laatste vind ik erg bizar. Beroofd, ze schreeuwden om geld en bonden me vast. Ik zou zeggen, voor iedereen die ooit iemand wil beroven, het is nooit zo handig om iemand eerst vast te binden, zodat hij niks meer kan, en dan te vragen, ga nu je geld ophalen. Verder nog het beste citaat ooit van Frank Lammers. Het meest serieuze waar wij over strijden is de vakantie. Dat is die man van die Jumbo-reclames. Jongens, wat voor ons gewoon is, is niet voor iedereen gewoon. Ze hebben dit nu ook opeens ingedeeld in 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende onderwerpen. Terwijl het er normaal altijd 4 zijn. Nu is het opeens persoonlijk, columns, culinair, mode en beauty, naar buiten en dan nog. Het ultieme zomergevoel is luieren bij vrienden in de tuin aan de Vecht in Loenen, barbecue aan, wijntje erbij en spelen in het water. Op het subbord zit een aanstaande bruid, Irene Ineke, met haar bruidsmeisjes. Nou, als je het eens hebt over een echte unieke vakantie, de echte beste vakantie, ik zou gewoon gaan naar Bourtange. Bourtange is altijd een goede optie. Bourtange is leuk. Groningen. Barendrecht, kan je luxe levens ontmoeten, dat is echt leuk. Dus voor iedereen die nog unieke vakanties wil, dat kan je vanaf nu boeken bij mij elke vrijdag om 4 uur. Aan die man van die Jumbo reclames wordt dus gevraagd, kan je nu je financieel gezien misschien wel ophouden met die Jumbo commercials? En dan zegt hij, zolang de filmpjes leuk blijven, blijf ik ze doen. Bovendien stellen ze me in staat vrije keuzes te maken en interessante projecten op te zetten. Bijvoorbeeld theaterstuk Jumping Jack over motorlegende Jack Middelburg. Hoe kan je opeens ook gewoon van de vraag, vind je het leuk nog om in die marketingfilmpjes te spelen terwijl je al genoeg geld hebt, gaan naar een complete promotie van door die marketingfilmpjes kan ik in elke musical en een film die ik wil gaan spelen. Dit is geen interview, dit is gewoon promotie voor jezelf. Het is toch ook niet zo, Harm en Frodo, mag ik u een vraag stellen? Kunt u nu financieel zo goed zit wel eens stoppen met die YouTube-filmpjes? Nou, ik vind het eigenlijk zo leuk om te doen. En door al die filmpjes is het me gelukt om in een nieuw theaterstuk mee te spelen. En in een nieuwe... Oké, jullie snappen punt al lang. Dit is wel het meest enge verhaal wat ik ooit heb zitten lezen. Ik zit dus een beetje door dat tijdschrift heen te scannen en dan even te kijken van wat er precies overal genoemd wordt. Zie ik opeens tussenkopjes staan zoals overal bloed en een titel zoals ik moest er levend uitkomen. Wat een heerlijk ontspannen week op de Kaapverdische eilanden moest worden, liep voor Jan uit het Friese Terhaarne uit op een rampvakantie. Hij werd in zijn bungalow beroofd en gekneveld door 2 gewapende mannen. Ik vreesde voor mijn leven. Dat lijkt mij echt mijn ergste nachtmerrie, dat je gewoon op vakantie, terwijl je net denkt, yes, vakantie, dat je dan gewoon beroofd wordt. Niet eens als je in Nederland bent, maar gewoon echt op vakantie en meegenomen wordt, in je vinger gesneden wordt. Oh, dit wordt niet heel kindvriendelijk. Kan er weer zo'n watermark inkomen van family unfriendly? Dat is nu wel nodig. Zo.
Zo, voor u ligt het allereerste exemplaar van Zomer, de gloednieuwe bijlage van de Telegraaf. De redacties van Vrouw en Vrij maken gedurende 8 weken samen dit magazine, dat dus in plaats van Vrouw en Vrij komt. In plaats van, ik kan de vrouw niet missen en de vrij boeit me niks. Met daarin veel mooie verhalen en zomerse reportages. De redacties van Vrouw en Vrij wensen u veel leesplezier toe. Vrouw en Vrij, dat klinkt een beetje als zo'n derdehands make-up café waar je gewoon gratis broodjes kan halen. Ik weet het ook niet helemaal hoor. Dan heb je weer een heel verhaal over een vrouw die professioneel racer is. Alleen daar ging vorige week hem al over, dus daar ga ik het nu zeker niet nog een keer hebben. Dan is er een burgemeester die rondleidt door zijn mooie stad. En kijk, hij staat er wel trots hoor. Nou, dit gaat over kampen. Kampen. Maar ik zal jullie het hele verhaal een beetje besparen. Ik ga even opzoeken wat is volgens Bart Koelewijn, de burgemeester van Kampen, het mooiste aan kampen. Oh, een citaat van de burgemeester zelf wat begint met: het mooiste aan de stad vind ik. Oh, dat is perfect. Wat vindt hij het mooiste aan de stad? Daar ben ik dan benieuwd naar. Het mooiste aan de stad vind ik de mensen, de lichting, de authenticiteit van de gebouwen in het oude centrum. Nog een keer. Het mooiste aan de stad vind ik de mensen, de ligging en de authenticiteit. Het mooiste aan de stad vind ik de mensen, de ligging en de authenticiteit van de gebouwen in het oude... Nog een keer. Het mooiste aan de stad vind ik de mensen, de ligging en de authenticiteit... Nog een keer. Het mooiste aan de stad vind ik de mensen, de ligging en de authenticiteit... Nog een keer. Het mooiste aan de stad vind ik de mensen, de ligging en de authenticiteit van de gebouwen in het oude centrum. Dat zou je echt letterlijk over elke stad op de hele wereld kunnen zeggen. Behalve steden die niet zo'n heel oud centrum hebben. Er zijn een paar steden die hebben gewoon niet zo'n oud centrum. Kijk bijvoorbeeld, dit is niet zo'n heel oud centrum. En dit is ook niet zo'n heel oud centrum. En dit is ook niet zo'n heel oud centrum. En dit wat nu het hele bult vult, dat is ook niet zo'n heel oud centrum. Maar meestal hebben ze wel een authentiek centrum. En ligging en authenticiteit en mensen. Ja, dat is overal wel mooi. Het is typisch zo'n burgemeester die het standaard antwoord geeft. Qua volgende week zetten ze neer verborgen schatten in Amersfoort. En dan zegt de burgemeester van Amersfoort: mooiste aan Amersfoort vind ik de mensen, de ligging en de authenticiteit van de gebouwen in het oude centrum. Die kan authenticiteit wel uitspreken, namelijk die in Kampen niet. Welkom bij de 10 nietszeggende citaten over een stad die in elke stad plaats zouden kunnen vinden. Bijvoorbeeld, vooral met mooi weer komt de stad tot leven. Of, midden in het park staat een gigantische poort die veel weg heeft vanuit een kasteel. Wel, dit kan je echt precies over Amersfoort zeggen. Na het joggen rust ik soms even uit op een terrasje aan de haven. Ja, dat kan ook gewoon... Nee, wacht. Amersfoort heeft geen haven. Rotterdam wel, maar die heeft geen authentiek centrum. Dan nog een interessant reisartikel. Wat gaat over zeker geen zuipvakantie. Sam uit Braamt gaat samen met 2 vriendinnen een weekje naar Valencia. Ze kennen elkaar van het gymnasium. En het is voor alle 3 de eerste keer zonder ouders. Nou, Sam is 16. Sam is een meisje voor de mensen die het niet weten. Ik ken Sam altijd als een jongen. Maar Sam kan dus ook gewoon een meisje zijn. Even dat jullie het weten. We doen hier gewoon aan iedereen gelijk. Jong of meisje, allemaal perfect. Dan nog even een heel zielig citaat. Ik wil vanaf mijn 14e al zonder mijn ouders op vakantie. Maar ik kon nog geen vrienden vinden die mee mochten. Ah, wat zielig. Maar nu is het er wel eindelijk gelukt. En ze gaan niet op vakantie om puur dronken te worden en uit te gaan. Dat is ook wel goed. Even een tip aan alle 16-jarigen. Doe dat nog even niet. Over 2 jaar kan je hele leven kapot maken als je examen gehaald hebt. En dan staan er nog letterlijk 5 van zulke pagina's in met mensen. Met allemaal jongerenclubs die voor het eerst alleen op vakantie gaan. En vertellen hoe geweldig ze het vinden. En wat hun hele idee van de vakantie wordt. Nou ja, ik ga zo vaak in mijn eentje op vakantie. Laatst nog. Haar mevrouw vlog 69 was ook compleet in mijn eentje. 3 tenten in mijn eentje opgezet. Gerard Cox is acteur, zanger, cabaretier, regisseur en columnist.
Hij neemt bepaald geen mond voor de blad. Oh, geen blad voor de mond. Oh, dat kan natuurlijk ook. Gerard Cox, schappig dat heel veel oude mensen zullen hem waarschijnlijk wel goed kennen. Maar ik ken hem eigenlijk sinds kort echt alleen nog maar van die uitzending waar hij mee heeft gedaan aan Even Tot Hier. Ja, daar ken ik hem eigenlijk alleen maar over dat stuk over Game of Thrones. Ja. De zomer kan me gestolen worden. De zomermaanden breken aan. Van al dat zonnige weer in het verschiet wordt toch iedereen blij. Nou, niet iedereen. Marjolein Hurkmans verandert bij de eerste zonnestralen spontaan in een zeurpiet. Terwijl ik puffend op de bank zit, hoor ik buiten de mensen lachen. Nou, tip. Voor iedereen die in de zomer wel eens puffend op de bank zit, je kan naar buiten gaan en hard lachen buiten. Misschien een hele goede tip. Tips. Zo overleef je de zomer. Jullie zijn altijd wel in voor nieuwtjes, hè? Voor tips, voor nieuwtjes. Ja, toch? Ja, toch? Oké, zo overleef je de zomer. Drink minstens 3 liter water per dag. Ook als je geen dorst hebt. Vermijd het drinken van alcohol. Daar droog je van uit. Sport niet op het heetst van de dag, maar doe het tussen 11 uur en 4 uur rustig aan. Zet je ramen open om frisse lucht te laten circuleren, maar doe de gordijnen dicht om de warmte buiten te houden. Als je een ventilator gebruikt, zet die dan op een hoge plek, zodat je niet verkouden wordt. Te warm om te slapen? Vries flessen water in en zet die voor de ventilator in je slaapkamer of ga op een lagere verdieping slapen. Warme lucht stijgt op, dus vaak is het in de huiskamer prettiger dan in de slaapkamer. Dit zijn letterlijk tips die iedereen in zijn leven wel eens gebruikt heeft. Ik heb ook nog een paar tips. Kleed je in de zomer altijd in zwart. Zwart absorbeert alles en dat helpt dus heel goed. Smeer nooit zonnebrand op. Zonnebrand zorgt er juist voor dat je het warmer hebt. Zit er ook nog kleedspul, daar gaat dan zand aan zitten. Dat is heel vervelend. En tip 3 is gebruik nooit een parasol. Blijf binnen en op de zolder zitten. Dat zijn echt tips. Dat onthoud. Zijn jullie aan het meeschrijven? Ja toch? Meeschrijven. Allemaal goed onthouden. Als industrieel ontwerper voor Gazelle haalt Alice Wiggers haar inspiratie uit alledaagse voorwerpen. Vazen, schoenen, auto's. Het kan van alles zijn waardoor de ideeën gaan stromen. Ik raad aan vlogcamera's trouwens. Dat is het enige waarvoor ik dit eigenlijk ben gaan voorlezen. Sorry, alsjeblieft. Vlogcamera's. Gebruik het. Ik wil een fiets met vlogcamera's. Een hond of kat meenemen op reis is zelden een succes. Nou, dat is zeker waar. Die kat die... Heb je ook vaak dat je dan een hond meeneemt? En dat die hond dan de volgende dag alle katten uit de buurt heeft opgegeten? Nou, heb ik altijd dan op vakantie. Het is niet een succes voor het baasje en ook niet voor het beestje. Nou, ik vond het niet erg en dat beestje ook niet, want die had genoeg te eten. Er zijn mensen die verteerd door schuldgevoel dan maar thuis blijven. Nou, thuis blijven kan altijd. Maar er zijn ook baasjes die voor hun skatje een vakantie boeken in 5-sterren dierenhotel Marijke. 5-sterren dierenhotel Marijke. Zeg, een 5-sterren dierenhotel. Wat kun je daar krijgen? Nu wil ik het weten ook hoor. Elke avond werd er een speciaal klassiek pianostuk afgespeeld voordat de hond ging slapen. Maar het wordt nu wel een beetje gek hoor. Qua een pianostuk voordat een hond gaat slapen. Alsof een hond daar ooit zin in heeft. Het enige waar een hond van je houdt is kattengejank. In het poezenimperium klinkt vrolijk vogelgekwetter uit de speakers. Wacht, dat is toch juist helemaal niet lief? Katten eten vogels. En dus dan doe je tegenover die katten alsof er ergens zo'n kwetterende vogel zit. En die zit er dan niet. Ik stuur mijn kat daar nooit meer heen hoor. Echt nooit. Dan staat er nog een kort verhaal in. En dat is een verhaal van 1, 2, 3, 4, 5 pagina's. Een beetje zoals mijn maatschappij-RPO altijd ging. Dat hij zegt, nou jongens, vandaag doe maar even iets van 1.500 woorden. Ik zou aankomen met zo'n heel boekwerk. Hier meneer, 50.000 woorden. Dan is er nog een hele goede recensie van een speciaal restaurant. Wat heet Kibbeling en Steak aan de Biesbos. Het heet het Panorama, heet het restaurant. En het is in de jachthaven van het dorpje Drimmelen. Drimmelen ligt hier. Snap je? Nee? Ja. Daar, ja, goed zo.
Nou, hij heeft een 7,5 gehaald, dus dat is goed. De pluspunten ervan zijn, er zijn verse en goede ingrediënten. Nou, dat is altijd mooi. Vers en goed, dat vind ik altijd, dat kan je overal over zeggen, maar het is wel goed. Als iets vers en goed is, dan weet je, daar zit ik altijd wel voor in. Enorm vriendelijk personeel. Nou, ik hou altijd wel van vriendelijk personeel hoor. En waanzinnig uitzicht. Is het hier iemand die echt een overvloed heeft aan bijvoeglijke naamwoorden of ligt het aan mij? Verse, goede, enorme, vriendelijk, waanzinnig is toch niet normaal? Maar dan de minpunten. Die willen jullie weten. Dat zijn nieuwtjes voor jullie. Minpunt. Weinig aandacht voor bijzaken als kruidenboter en koffie. Minpunt. Als je water bestelt, krijg je een flesje waarvoor moet worden betaald. Menukaart niet erg fantasierijk. Dus je mist gewoon 2,5 punt omdat je moet betalen voor water, omdat er geen kruidenboter en koffie is en omdat een menukaart niet mooi is. Echt, als ze ook nog eens daar niet makreel serveerden, dan was het gewoon meteen een 1. Zo, maar dit was de aflevering alweer. Dus heel erg bedankt voor de afleveringen naar deze gloednieuwe kijken van deze gloednieuwe aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. En allemaal tot de volgende keer. En de Bermuda-driehoek? Bermuda-driehoek bestaat niet.